Mijn naam is DutchTuber en ik geloof niet dat jij deze video kan liken als je een kip ziet. Er staat ergens een kip in beeld. Voor alle duidelijkheid, ik ben het niet. Ik kan wel tak tak, maar dat maakt me nog geen kip, oké? Als jij meh zegt omdat je geen zin meer hebt in de les waar je in zit, dan ben je nog geen schaap. Toch? Welkom bij deze video. Vandaag nemen wij een kijkje naar een Minecraft-speler die ongelooflijk krachtig is. Niet alleen krachtig, maar ook heel erg duister. Veel mensen durven zijn naam nog niet eens uit te spreken. Ik heb het er geloof ik in het verleden vaker over gehad, maar ik praat over Entity 303. Entity 303 is een Minecraft-speler waarvan niemand eigenlijk weet hoe, waar en wanneer die is ontstaan. Het enige wat mensen weten is dat hij in Minecraft-werelden komt die mooi zijn. Minecraft-werelden waar veel aan te vernietigen valt. Er zijn zelfs verhalen dat Entity 303 veel en vaak een reden is geweest voor mensen om te stoppen met een survivalwereld, omdat Entity 303 hen het leven zuur maakte. Entity 303 beweert dan ook en claimt dan ook de term duistere Minecraft-speler. Meest duistere Minecraft-speler, als je het überhaupt als een Minecraft-speler kunt zien. En daarom dacht ik, wat nou als wij dat op de som stellen? Wat nou als wij kijken of dat echt zo is? Hè? Er zijn zoveel krachtige bad guys in Minecraft. Laat me er een paar opnoemen. Creeper, Enderman, Pigment, Skeleton, Zombie, Witch. Ze zijn er allemaal. En vandaag gaan wij kijken of zij misschien niet krachtiger zijn dan Entity 303. Terwijl Entity 303 alleen maar bla bla, ik ben krachtig, duister, sterk. Klinkt bijna als ik, wanneer ik aan het zeuren ben, dat ik nog een wiskundesom moet maken. Jongens en meisjes, we gaan erachter komen bij deze Entity 303. Oké. Hij is in de building. Gelukkig zit ik in creative, want hij kijkt me al best wel eng aan. De allereerste tegenstander van Entity 303 is de Creeper. Oh jongens. Oh jongens. Oké, Entity 303, dat heb je goed gedaan. Dat ging goed, dat ging soepel, dat ging makkelijk. Misschien wel iets te makkelijk. Oké, dus we kunnen wel stellen dat Entity 303 een stukje sterker is dan de Creeper. Maar is die ook sterker dan een slime? Oh, jongens. Oh, jongens. Is die sterker dan een slime? Als hij deze inmaakt, is het antwoord ja. En het antwoord is dus ja. Oké, weet je wat? Prima. Entity 303 is sterker dan een exploderende paddenstoel en een stukje pudding. Ja, is dat nou zo speciaal? Wat dacht je van de zombie Pigment? Ik bedoel, niks tegen de zombie Pigment, maar het is een van de meest vervelende mobs om tegen te komen in Minecraft. Vooral wanneer je ze per ongeluk een map geeft, dan worden ze boos. Dus ik ben benieuwd. Oh, daar is die. Dus ik ben benieuwd hoe die het opneemt tegen Entity 303. Jongens. Jongens. Ho. Ho. Are you serious? Wat? Oké, weet je, misschien is het wel een beetje oneerlijk geweest, want Entity 303 heeft wel, voordat hij überhaupt de strijd aanging met de Pigman, een Creeper moeten inmaken en een slime. Oké, dus we gaan hem nog een kans geven. En als hij nu verliest, dan weten we dat hij wel degelijk minder sterk is dan een Pigman, terwijl hij claimt de sterkste te zijn. There we go, guys. Round 2. Spam in de comments, wie denk jij dat er gaat winnen? Entity 303 of de Pigman. Oké, Entity 303. Dat heb je goed gedaan. Maar wat nou als ik zeg dat we nog niet klaar zijn? Wat dacht jij van een mob die zichzelf kan verplaatsen? Niet met een auto, niet met een boot, maar met superkrachten. Hier gaan we, jongens. De Enderman. Oh, jongens. Oh, de Enderman. Wanneer de Enderman zijn mond opendoet, dan is hij boos. En Entity 303 lijkt te schuilen. Entity 303 probeert zich te verstoppen in het water omdat hij weet dat Endermans daar bang voor zijn. Maar geloof me, Entity 303, dat gaat niet op vandaag. Tenminste. Misschien ook wel. Oh nee! Oh jongens, de Enderman is hier. Oh, de Enderman is hier. Gaat de Enderman zichzelf terugtrekken? Gaat de Enderman opgeven? Ik tel van 5 tot 0. En als de Enderman dan geen nieuwe aanval heeft uitgeoefend op Entity 303, dan disqualificeer ik hem. 5, 4, 3, 2... 1! Jammer! De Enderman is weg. Heeft de handdoek in de ring gegooid. Dus we gaan door naar de Spider. Oh jongens. Oh jongens. Wie is er sterker? Een spin of Entity?
Entity 303! Oh, oké, nice. Nice, ik moet zeggen tot nu toe alleen de Pikmin, maar toen had Entity 303 al wat HP minder. Dit is een hele lastige. En dit is misschien ook wel een oneerlijke, want er is iets wat je moet weten van Entity 303. En dat is dat het eigenlijk gewoon een normale speler is voor wat betreft zijn movement, zijn beweging, de manier waarop hij voortbeweegt. Met andere woorden, hij kan niet vliegen. En er is een mop die dat wel kan. Oh, jongens. Oh, jongens. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oké. Interessant. De Blaze heeft zichzelf hier van de vurige juiste kant laten zien. Oké, goed. Dan gaan we nu een andere challenge aan. Namelijk een nachtchallenge tussen Entity 303 en een skeleton. Oké, we moeten er natuurlijk rekening mee... Kan Entity 303 zichzelf teleporteren in de nacht? Waarom wist ik dat niet? Waarom heb ik dat nooit gelezen? Waarom was ik daarvan niet op de hoogte? Ik had mijn huiswerk moeten doen. Hebben we nog wiskundehuiswerk morgen? Ik bedoel, in Minecraft! De skeleton is verward. De skeleton snapt er niks van. Ik snap er niks van. Entity 303? Hij zit nog wel in de wereld, toch? Oké, weet je wat? Ik denk dat de skeleton heeft gewonnen. Like, Entity 303, net zoals de Enderman deed, is langer dan 5 seconden weg. Out of the fight. En zo werkt het niet. Je moet wel met elkaar in de ring blijven. Dus we maken het weer dag. En nu gaan we een challenge doen die ik zelf enorm aanbid. Ja, dat is het juiste woord. Ik heb hier zin in. Ik ben hier benieuwd naar. Dit is namelijk de uitdaging tussen Steve en Entity 303. En waarom is dit zo'n speciale uitdaging? Omdat Steve natuurlijk eigenlijk een beetje de koploper is als het gaat om de verzetter tegen het kwaad in Minecraft. Hè? Steve die probeert Herobrine in te maken. Steve die sluit zich aan bij Notch, een van de beste spelers, laat ik maar zeggen. Dus dit is een grote uitdaging. And there we go. Oh jongens. Entity 303 lijkt weg te lopen. En Steve die gaat erop af. Oh! Dat was een hele mooie hit van Entity 303, maar helaas heeft hij het niet overleefd. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met een Pikmin, die natuurlijk Entity 303 heeft ingemaakt, versus Steve? Daar ben ik wel benieuwd naar. Oh jongens. Oh jongens, Diamond Steve is super krachtig. En het mooie is ook dat Diamond Steve zijn zinnen niet alleen zet op de mobs die ik spawn, maar ook de mobs die hier gewoon actief zijn. Wacht eens even. Diamond Steve versus Diamond Steve. Werkt het? Ja, wie gaat er winnen kan ik wel vragen. Maar ik denk dat het juiste antwoord is... Diamond Steve. Oh jongens. Dit is letterlijk alsof je in de spiegel gaat staan. En je daagt jezelf uit voor een wedstrijdje. Dat is raar. Of tenminste, het kan wel. Denk ik. Maar eigenlijk win je dus altijd. Dat is een beetje het vreemde. En zo ziet het er nu ook naar uit. Ik dacht heel even dat ze elkaar in de ogen aankeken. Zo van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Nee, ze gaan verder jongens. Like de video trouwens als je wilt zien hoe de Diamond Steve, of eigenlijk gewoon Steve, het in een battle doet tegenover de Ender Dragon. Want daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar. Tot nu toe gaat het op zich best oké. Het is echt een hele rare strijd om te zien. Maar eigenlijk is er nog een classic die we niet mogen vergeten. En dat is de Creeper versus Steve. En om het eerlijk te maken, laten we 3 creepers spawnen. En als Diamond Steve alle 3 de creepers overleeft, en de creepers die zijn dus ingemaakt, heeft Diamond Steve gewonnen. There we go, guys. There we go, guys. Oké, de eerste heeft hij overwonnen. Netjes. Oké, en de tweede? De tweede, gaat hij het halen? De creeper had geen eens de kans op te exploderen. De creeper die had geen eens de kans. Next up. Oh, jongens. Diamond Steve is in the building. Weet je, misschien moeten we dit anders doen. Misschien moeten we de Diamond Steve niet laten strijden tegen Entity 303. Maar gewoon door normale Steve. En want laten we eerlijk zijn, het kan best wel zijn dat de Diamond Armor zoveel meerwaarde biedt dat Steve het heel erg makkelijk wint. Entity 303, Steve, let's go. Steve! Doe iets! Steve, come on! Laat je niet inmaken door dit ding. Door deze marshmallow. Oh, jongens toch. Are you serious? Oké, guys. Entity 303 versus Entity 303. Oh, jongens. It's a fight between the same people. Dit is gewoon een clone fight. Het is gewoon
Alsof ik met mezelf in de ochtend vecht omdat ik uit bed moet, maar niet uit bed kan. Dat het dan zo is van, Job, doe het nou. Ik wil niet. Ja, maar Job, je moet. Ik kan niet. Ja, maar Job, er ligt Nutella. Ik ga al. Dus ja, man, dit is leuk om te zien. Laat in de comments weten welke battles jullie in Minecraft nog meer willen zien. Ik vond dit echt een classic. Gewoon Steve versus een van de grootste bad guys die er is, namelijk Entity 303. Voor wie ben jij? Ben jij team Entity of ben jij team Steve? Spam het in de comments hier beneden. Ik kan me voorstellen dat veel mensen niet weten hoe je Entity spelt. Het is E-N-T-I-T-Y. En Steve is S-T-E-V-E. Bedankt voor het kijken. Abonneer als je team Steve bent. Want Steve is awesome. En Ja, Entity heeft gewonnen. Maar eigenlijk ook verloren. Dit is verwarrend. Adios.